Zo, goedenavond. Hallo allemaal. Kunnen jullie mij allemaal horen of reageren jullie al helemaal op het zwaaien? Ja? Oké. Okay. Ik zie allemaal opgestoken duimen. Nou, welkom bij deze online proeverij. Voor sommigen van jullie is het alweer de tweede keer. En voor een aantal van jullie de eerste keer. Het is een proeverij die we deze keer een beetje een thema hebben gegeven. Omdat we er een hele serie van hebben gemaakt. Ik weet niet of jullie allemaal al wijn hebben ingeschonken, maar zo ja, dat mag. Nummer 1. En als jullie heel braaf zijn geweest, dan hebben jullie er nog niet van geproefd. Jullie mogen wel ruiken, want in het begin ga ik wat meer introductie geven. En op een gegeven moment dan kom ik wat, dan gaat het wat sneller zeg maar, met de wijnen zelf. Maar in het begin zit wat meer introductie. Maar de vorige keer kreeg ik klachten dat de wijn al op was. En toen waren we nog helemaal niet begonnen met de quiz. Een beetje achtergrond geven waarom we nou deze proeverij op deze manier zijn gaan doen. En dat is omdat we dit aromawiel hebben. En dat aromawiel, dat is er eentje die we zelf gemaakt hebben. Er zijn er heel veel. Er zijn allerlei ook officiële aromawielen. Maar het is het wijn allemaal, het zijn allemaal niet zo heel erg officiële dingen. Iedereen heeft altijd wel een beetje een eigen versie. Maar wij dachten, we gaan helemaal een eigen versie maken. Dus voor degenen die Bart kennen, die houdt wel van een kleine uitdaging, dus die is van de afgelopen 3 jaar alle proefnotities die we zelf gemaakt hebben in een Excel-sheet gaan zetten. En hij dacht, dat zijn dus alle geuren die wij ook echt gebruiken met regelmaat. En dan gaan we daar een aromawiel van maken. En dat waren er zo ongelooflijk veel dat onze designer een beetje in paniek raakte. Dus dat hebben we ingekort tot alsnog het enorme aromawiel. En daar hebben we een beetje zelf een indeling bedacht met categorieën die wij wel logisch vonden. En het is nooit perfect en het past nooit helemaal 100% in één categorie. Er zit altijd een verhaal achter en daar ga ik jullie van alles over vertellen nu zo meteen. Maar dit is een beetje onze eigen indeling. En daarnaast hebben we nog een heel klein extra wieltje met wijnfouten. Maar die doen dan in principe niet mee natuurlijk. En ik dacht, omdat ik als ik wijnproeverijen geef dan, en cursussen, dan hebben mensen het altijd over, ik ben alleen maar benieuwd naar of ik de wijn lekker vind, of het gaat uiteindelijk toch om wat in je glas zit. Dat is allemaal hartstikke waar. Dus ik dacht, we gaan gewoon een proeverij doen die het vanuit dat punt benadert. Namelijk, wat proef je? En dan gaan we vanuit daar, dat als een soort van kapstok, gebruiken om al die andere termen die je hoort bij andere proeverijen en cursussen. Dus de druivensoort, de regio, de wijnmaaktechnieken, die gaan we proberen op te hangen aan die kapstok van, maar wat ruik ik nou eigenlijk echt? Want anders dan, en dat merk ik altijd heel veel, je hebt heel veel boekenkennis, heel veel feitenkennis, maar je hebt weinig letterlijke toepassing. En dan is het heel moeilijk te onthouden en te plaatsen. Dus dat is een beetje het idee. En dan gaan we dus naar fris fruit, dat doen we dus nu. Dat is deze editie. En dan komen er dan nog 10. En dan gaan we eigenlijk zo het hele wiel langs. Maar in principe is iedere proeverij op zich staand, dus er komt al een heleboel aan bod vanavond. En waarom hebben we het eigenlijk altijd over aroma's? Dat zijn die dingen die, als je dus daar niet zo heel erg mee bezig bent, vast wel kent uit op zijn minst zelfs de supermarkt. Die heeft het tegenwoordig ook over een hint van pruim en een vleugje tabak en zwart fruit en rood fruit en dat soort dingen. En dat is gewoon een manier om te omschrijven wat je proeft. En als je op die manier met elkaar kan praten, je moet het bijna zien als een soort taal, dan kun je ook op die manier uitleggen wat je zelf eigenlijk lekker vindt. Je moet je voorstellen, als je in een kaashandel staat en die heeft 200 verschillende soorten kaas en ze zien er allemaal exact hetzelfde uit, namelijk als een fles, dan is het wel zo handig als je kan uitleggen welke je precies wil hebben, als je ze niet kan proeven. Dus dat is een beetje een manier om met elkaar te kunnen praten over wijn. En een heleboel van die termen, die zijn, hoewel geur subjectief is, helemaal niet zo zomaar uit de lucht gegrepen of zo. Dat het iets is wat zo subjectief is dat het echt heel erg anders kan zijn van persoon tot persoon. De meeste geuren die komen toch gewoon uit bepaalde chemische stoffen. En die zijn allemaal te verklaren aan het wijnmaakproces of uit de druif. Daar komen we zo meteen allemaal wel op. Maar dat zijn stoffen die gewoon letterlijk die geur hebben. En je kunt je neus daar gewoon op trainen. En als je dan vervolgens de naam hebt voor die geur en weet waar die geur vandaan komt, dan kun je op die manier ook wijn beter begrijpen. Ik ga nog heel even kort het proefformulier langs. We gaan 3 wijnen proeven. Het is natuurlijk blind, dus ik heb er niks over verklapt. Die eerste regels hier, die kun je gebruiken om
in te vullen wat de naam van de wijn is en de jaargang van de wijn en de druif. Die weet je nou natuurlijk niet, maar daar komen we zo meteen wel op. En dat zit ook in het envelopje wat jullie gekregen hebben. Dus aan het einde mag je het envelopje ook openmaken. En dan zie je daar de naam en de proefnotitie die wij gemaakt hebben toen wij de wijn officieel opgeschreven hebben. En dat is meestal op het moment dat we hem besloten in te kopen. Hier kan je aankruisen wat het precies is. Nou, we gaan vanavond, zal ik je vast verklappen, alleen wit proeven. Dat is eigenlijk toevallig grotendeels waar deze categorie in terugkomt, deze fris-fruitgeuren. En hier kun je de geuren opschrijven, dat komt daarna. Dus je gaat eerst kijken, maar dat houden we even heel kort. Dat kan heel uitgebreid, maar dat houden we in dit geval gewoon kort, gewoon puur wat het is. Dan de geur. En de geur is, dan moet je je dus voorstellen, voor de mensen die dat de vorige keer niet tot vermoeiens toe al gehoord hebben, dat ik echt probeer duidelijk te maken aan mensen dat je je neus en wat je tong doet uit elkaar moet halen. Want dat maakt het veel makkelijker om wijn te begrijpen. En dat zorgt ook dat je dus niet gedrukt kan worden te denken dat iets is wat het niet is. Even een voorbeeldje. Iets kan bijvoorbeeld ruiken naar honing, maar niet zoet zijn. Dus dat doet je tong, die doet zoet, zuur, zout, bitter en umami. Dat zijn de smaken. En het is dat al die extra aroma's, al die geuren, dat pruim, banaan, wat we dus vanavond eigenlijk allemaal gaan doen, dat is alleen maar allemaal in je neus. Dus het meeste ga je hier invullen. Het kan wel zo voorkomen, want daarna komt smaak, dan ga je proeven, dat je een extra geur erbij krijgt op het moment dat je de wijn in je mond doet. Dat is nog steeds je neus, alleen door de warmte van je mond en omdat het dichterbij je neus komt, maar dan via je mondholte, komen er nog wel eens extra aroma's vrij. Dus echt geuren. Die zet je daar neer. En dan heb ik hier even heel erg versimpeld vier soort van hoofdstukjes waarmee je ook kunt aanwijzen wat je vindt van de wijn. Op een schaal van 0 tot 5. Dus je kunt ook niks invullen. En dat is zuurgraad. En dat is zuurgraad ongeacht of de wijn zoet is. Dus een wijn kan heel zoet zijn, maar tegelijkertijd ook heel zuur. En dat kun je proeven door in hoeverre je gaat speekselen. En dat is overigens met de eerste slok altijd heel erg. Zelfs bij niet zo zure wijn. Dus die eerste slok moet je altijd een klein beetje negeren. Alright. En dan de tannines. En de tannines, dat zijn dat is dat stofje waardoor je een droog gevoel krijgt op je tong of op de binnenkant van je lippen. Dat het zo schuurt tegen je tanden. Dat maakt een wijn een droog gevoel geven. En een wijn trouwens die weinig suiker heeft en veel zuur, die noem je dan ook droog, maar als in niet zoet. Lekker verwarrend, maar dat is twee keer hetzelfde woord. Goed, en dan body, dat wil zeggen de viscositeit. Dus water heeft een hele lage body en honing heeft een hele hoge body. Afdronk, dat is hoe lang je de wijn nog proeft en dan nadat je hem hebt doorgeslikt of uitgespuugd. En dan met proeven bedoel ik echt dat je hem nog proeft. Niet zo van, Oké, ik proef duidelijk dat ik net een slok wijn heb gehad en niet een slok cola. Nee, specifiek deze wijn. Hoe lang die afdronk duurt, dat kun je hier op een schaal van 0 tot 5 neerzetten. En om terug te komen op wat de meeste mensen belangrijk vinden, dus of ze de wijn lekker vinden, kan je vervolgens een cijfer geven. Nou, dat is het formuliertje. Dat kunnen jullie op deze manier invullen. Er zijn eigenlijk niet zoveel foute antwoorden. Het kan hoogstens zo zijn dat je bijvoorbeeld een associatie hebt, maar niet een heel specifieke geur. Dus om er even het wiel erbij te halen, dus hoe je dat gebruikt. Je kijkt van binnen naar buiten. Dus eerst de grote categorieën. Nou, je weet al, we zijn bezig in fris fruit. Maar ik zal je vast verklappen, het is zelden zo dat een wijn met die een beetje kwaliteit heeft, dat die maar in één categorie valt. Maar goed, in dit geval gaan we toch concentreren op fris fruit. Dat frisse fruit, dat hebben we ook nog verder gespecificeerd. Dus dan kun je het hebben over citrus of is het eerder appelig of nou ja, enzovoorts. En dan pas kom je in die buitenste ring en dat is dan heel specifiek. Gras en perzik zie je er al voorbij komen. Dus dat is eigenlijk, en je kunt het een beetje gebruiken als een soort van speakbriefje. Omdat het een beetje hetzelfde is als wanneer ik zeg van nou wat je hoort te ruiken is, ik noem maar even iets willekeurigs, ananas. En dat mensen zeggen ja, maar dat is omdat jij het zegt. Nee. Je ruikt het ook echt, alleen je hebt de connectie nog niet van de geur naar het woord. En dit is eigenlijk ook een soort van speakbriefje. Op het moment dat je het leest, dan herken je nog wel eens, Oh nee, ik bedoelde eigenlijk niet peer, ik bedoelde eigenlijk toch wel citroen of zo. En dat je dan denkt van nee, dat is eigenlijk wat ik bedoelde. Omdat je het gewoon ook moet oefenen dat je regelmatig die woorden gebruikt.
En alleen ruiken, niet proeven. hou je nog heel eventjes in. Even kijken hoor. Roomboter, groene appel. Keurig, keurig. Dan gaan we naar Kahoot. En die zal ik dan de hele tijd... met schermdelen zal ik dat wisselen tussen dingen die ik af en toe zeg. En dan wissel ik weer af met een vraag. En dan hoop ik dat het niet fout gaat zoals het wel eens een keer eerder fout gegaan is. Dat ik dan heel vrolijk in beeld ben, maar de vraag niet. Ik zie ondertussen nog wat andere geuren. Citroen, grapefruit. Allemaal heel erg goed. Kruisbes, beursappel. En zoals ik al zei, het komt niet zo heel vaak voor dat alles maar in één categorie valt. Dus we hebben het hier wel over fris fruit vanavond. Maar het kan heel goed zijn dat je andere geuren ruikt die niet in die categorie zitten. Dus als je het idee hebt van, nou, ik weet niet, maar ik voel nog iets anders, of ik ruik nog iets anders, dan opper dat vooral ook. Oké, we gaan starten. There we go. Eerste vraag. Oké, wat gaan we vanavond proeven? Alright, er zitten een aantal mensen bij aan tafel en die hebben een eigen feestje, geloof ik. Terwijl de rest meedoet met de wijnproeverij. Alright, oké, ik geloof dat iedereen het wel over heeft. Het was dus 10 seconden. Er zijn ook mensen die dus niet op tijd waren met überhaupt iets invullen. Dus die twijfelden nog over wat we gingen doen vanavond. Maar oké. Nou, dan gaan we even beginnen met het serieuze werk. Ik vertel echt een heleboel en het gaat van... Het is ook bedoeld voor beginners, maar ik ga heel veel dingen vertellen die best wel heftig of ingewikkeld klinken. Maar ik probeer het eigenlijk zoveel mogelijk op te hangen aan de aroma's die je tegenkomt. Als je dus vragen tussendoor hebt, dan stel ze vooral. Maar ik ga toch gewoon een beetje uitleggen, hè, want het is een aromaproeverij, wat nou die aroma's veroorzaakt in die wijn. En waarom dat dan dus zo relevant is om te kunnen bij wijn. En wat dus een beetje onderdeel van de hobby maakt. Je mag ondertussen ook proeven. Yay! Jullie zijn allemaal heel braaf. Vorige keer waren mensen die ze de wijn al op hadden. Nou, proost jongens. En ik zal hem zelf ook eventjes pakken. En eens even kijken wat jullie nou allemaal in de chat hebben gegooid. Wat je allemaal ruikt. Dus, aroma's. Dat is, we hebben dus dat aromawiel. Wij hebben dat zelf in een indeling gedaan met die verschillende categorieën. Maar eigenlijk is heel traditioneel de manier om aroma's in 3 categorieën te sorteren. En dat is primair, secundair en tertiair. En dat wil eigenlijk zeggen, dat klinkt allemaal alweer heel ingewikkeld, maar dat wil eigenlijk zeggen, primair, dat zijn de geuren die gewoon... in het eerste stadium van wijn maken of uit de druif komen. Gewoon het hele begin. Secundair, dat is eigenlijk alles wat de wijnboer doet. Dus beslist te doen. Dat kan bijvoorbeeld eikenhout zijn. Dus dan doe je de wijn niet in een roestvrij stalen tank, maar in eikenhouten vaten. Die geven zelf ook smaak af. Dus dat voeg je soort van toe. Dus eigenlijk in die zin. En ik bedoel dus niet toevoegen met flesjes. Dan noem je dat secundair. En tertiair, dat zijn al die geuren die vervolgens gaan ontwikkelen met leeftijd. En die dus ontstaan met de tijd. En dat kan met secundaire geuren ook gebeuren. Maar over het algemeen zijn het de primaire geuren die veranderen in tertiaire geuren. En hoeveel tertiaire geuren je hebt. En als je dan een beetje weet wat voor wijn het is wat je waarschijnlijk ongeveer in je glas hebt. Daar kun je een hele wedstrijd van maken of je erachter komt wat dit precies is. Dan kun je ook de leeftijd schatten van de wijn of de herkomst. Nou goed, daar komen we zo meteen allemaal op. Waar komen aroma's vandaan? dus dan ga ik het nog moeilijker maken. Dus je hebt primair, secundair en tertiair. En even kijken. Dan kunnen we volgens mij naar de eerste vraag eventjes tussendoor. Dus niet je glas atten. Jullie moeten nog vragen gaan beantwoorden. Dan gaan we naar de volgende vraag. De fris fruitaroma's uit ons wiel zijn voornamelijk... Nou, even kijken of jullie hebben opgelet. Voor alle andere vragen hebben jullie dus 30 seconden. Of zodra iedereen geantwoord heeft, dan stopt de vraag ook. Ja, inderdaad. Dus, de meesten hebben het goed, gelukkig. Fris fruitgeuren uit ons wiel, dus waar we het vanavond over hebben, dat zijn voornamelijk primaire fruitaroma's. Ik zie dat ik het wilde heet ons boven opgehouden.
Dat zijn dus geuren, zoals ik al zei, die komen uit de druif. Of dat eerste stadium van wijn maken. Gewoon als je het hebt over, we maken wijn en geen druifsap. Dus het, hè, dat zijn de primaire aroma's die in het begin voorkomen. En toevallig zijn die geuren voornamelijk die van deze avond. En, maar los van of ze primair zijn, dus dat primaire, dus hoe zo'n wijnaroma, waar dat vandaan komt precies, dat kun je eigenlijk ook weer onderverdelen in categorieën. Want zo'n aroma kan in de druif zelf zitten. Iets wat je dus al zou kunnen meten in de druif, of zelfs zou kunnen proeven in de druif, als je gewoon de druif zou eten, of als je de druivensap van die druif zou proeven. En dan heb je aroma's die komen uit stoffen die in die druif zitten van nature. Dus het is wel specifiek voor die druif, maar die komen eigenlijk pas vrij, of dat worden pas aroma's die vluchtig zijn, zodat wij ze kunnen ruiken op het moment dat het wijn wordt. Dan heb je nog aroma's die alleen maar te maken hebben met het feit dat je wijn hebt gemaakt. Dus dat het gefermenteerd is. En dan heb je nog aroma's uit die andere bronnen. En dat is wel weer hetzelfde als die secundaire aroma's. Dus bijvoorbeeld bij eikenhout, dus als je zo'n eikenhouten vat gebruikt, is dat dan vanille. En deze geuren zijn vrijwel alleen maar die eerste drie. Dus geuren die in dat eerste proces van wijn maken zitten, die überhaupt met wijn maken alleen maar te maken hebben, of die echt uit die druif zelf, of in die druif zelf al zitten. Dat is eigenlijk toevallig een beetje die categorie. We kunnen naar de volgende vraag. Vraag nummer 3. Welk fris fruitaroma kan tertiair zijn? Dus eentje die we in ons fris fruitwiel hebben staan. Lees het even heel snel door, je hebt 30 seconden. Die dus niet primair is. Maar die een teken is van oudering. En dat is best lastig hoor, als je beginner bent. Maar ik wissel het een beetje af tussen vragen voor de mensen die al heel ver gevorderd zijn. Dit is een beetje een instinker. Welk fris fruitaroma? En honing die stond überhaupt niet in die categorie. Dus die kon het automatisch al niet zijn. de tweede optie, dat was een citrus maken in oude chablis. En die hebben jullie niet. Die hebben maar 4 mensen. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat al die citrusgeuren, die kunnen ook voorkomen. Dan voornamelijk een beetje dat sinaasappel of sinaasappelschilachtige. Dat kom je dan wel regelmatig tegen in goede, wat oudere chablis. Honing is trouwens wel een officiële geur voor oude Condrieu. Alleen het is geen fris fruitgeur. Kruisbes in Pouilly Fumé. Nee, dat is niet een teken van een tertiair aroma, maar van een primair aroma. En dat geldt eigenlijk ook voor kiwi. Dus 2 was het juiste antwoord. Volgende vraag. Welke geur is sterk aanwezig in deze wijn? Ik zei dat jullie net mochten drinken. Ik hoop niet dat jullie hem dus al compleet achterover hebben geslagen, maar dat jullie nog even keer kunnen checken als dat nodig is. Groene appel. Dat is inderdaad de sterkst aanwezige. Ja, er zit ook wel wat van peer in. Ja, er zit ook wel wat van perzik in. Maar dat is niet de hoofdgeur van deze. Als ik dit als eerste ruik, voor mij in ieder geval, en zo te zien ook voor de meesten, is groene appel echt onmiddellijk de eerste geur die je ruikt bij deze druif. En dat verklapt ook al een beetje welke druif dit is. Tenminste, voor mij. Misschien voor jullie ook. Dus gaan naar de volgende vraag. Of jullie misschien kunnen raden welke druif dit is. Welk druivenras zit er in je glas? Riesling, ja, dat hebben de meesten. Het is inderdaad een Riesling. En Riesling, dat is een wijn die heel erg bekend staat om die typische echt groene appelgeur. En afhankelijk van de leeftijd of de precieze locatie kunnen er nog allerlei andere geuren natuurlijk bij zitten. Maar groene appel, dat is echt een beetje de grote hint voor Riesling. Nou, en wat ik al zei is fris fruit, dat zijn voornamelijk primaire geuren. Dus het eerste stadium van wijn maken of de druif. En dat geldt voor deze wijn dus ook. Die geur van groene appel. En er is iemand die zei perzik. En misschien een beetje iets grassigs. Overrijpe appel kan het ook zijn. Maar net hoe je het precies vindt overkomen. Dat zijn allemaal geuren die ontstaan in het proces van de druif. Op het moment dat je er wijn van maakt. Nou, en dat heb ik al een aantal keer gezegd. Maar dat gaan we even terug naar de basics. Waar komt de wijn in alcohol vandaan? Dus wat is wijn nou eigenlijk?
Uit suiker, ja, de meesten hebben het goed. Dus wat er gebeurt, wat is wijn nou eigenlijk? En dan heb ik het wel over wijn van druiven, want je kunt wijn van wel alles maken. Van honing, van frambozen, van persik, van maakt allemaal niet uit. Maar dan noem je het niet wijn zoals wij dat kennen, maar bijvoorbeeld dus frambozenwijn. En het grappige is, als je een fruitsap vergist, dus er eigenlijk een alcoholische drank van maakt, dan is wijn een van de weinige fruitsoorten, of druiven zijn een van de weinige fruitsoorten waarbij je zo ontzettend veel andere aroma's krijgt. Het komt niet zo ontzettend veel voor dat die witte druifgeur, die in de fris fruit aroma wiel staat, dat dat een geur is die je tegenkomt in de wijn. Over het algemeen ruikt het naar een heel scala aan andere dingen. Dus wat gebeurt er? Je hebt druivensap en de meest simpele vorm van wijn maken, en dat is toevallig ook over het algemeen het type wijn dat in deze categorie van fris fruitgeuren zit. De meest simpele manier van wijn maken is de druiven persen. En het druivensap, dat gebruik je. Daar zit heel veel suikers in. En daar doe je dan gist bij. Of die gist die zit, die gebruik je gewoon, die van nature op de druif voorkomt. Je hebt allerlei verschillende soorten gist. Laat je het natuurlijk gebeuren, dan moet je een beetje geluk hebben. En is dat de goede soort, dan eet hij de suiker op en dan zet hij het om in alcohol. Overigens komt daar dan ook bij vrij CO2. Dus dat is een van de andere opties. En daar komt ook warmte bij vrij. Dus daarom zijn ze zo ontzettend fan van roestvrij stalen tanks. Je kunt de temperatuur controleren dat het allemaal niet te heet wordt, maar ook niet te koud, zodat er die gist dus niks meer wil doen, want hij heeft ook warmte nodig. En er zit dan altijd een waterslot op, zodat alle CO2 kan ontsnappen, zonder dat de tank ontploft, zullen we maar zeggen. Oh, wacht even, we hebben een vraag. Doordat het warmer wordt, meer zonuren geeft meer alcohol. Kan je dit verduidelijken? Doordat het warmer wordt, bedoel je met in de zin van klimaatverandering of zo? Of gewoon überhaupt gedurende de zomer? Nou ja, in ieder geval meer zonuren geeft meer alcohol. Dat komt omdat de druif dan meer suikers gaat bevatten. Wat gebeurt met zo'n druif? Meer zon. Ja, dan zal ik dat nog even specificeren. Zon, dat kan of warmte zijn, of dat kan UV-straling zijn. En dat is dan echt wel een goede vraag. Want het kan warmte zijn, waardoor zo'n druif rijpt. Maar ook de UV-straling heb je nodig eigenlijk voor de fotosynthese. Om die druif suikers te kunnen laten maken. Nou, wat zo'n druif eigenlijk doet, die groeit eigenlijk het hele seizoen. En die ontwikkelt allerlei geuren en aroma's, of allerlei bouwstenen voor aroma's. En wat er gebeurt is dat als de druif rijp wordt, want wat wil zo'n druif nou eigenlijk? Die wil helemaal geen wijn worden, die wil eigenlijk zichzelf verspreiden. Hè? En dat is natuurlijk een beetje het idee. Dus daarom heeft hij ook druivenpitjes. En zo'n druif die gaat net zo lang wachten totdat die druivenpitjes perfect rijp zijn. Want wat wil zo'n druif? Waarom zit daar vruchtvlees omheen? Dat is zodat andere dieren dat opeten en op die manier die pitjes verspreiden. Dus dan moet die lekker worden eigenlijk. Maar dat heeft geen enkele zin als dat gebeurt voordat die pitjes die erin zitten rijp worden. Dus door fotosynthese ontwikkelt die druif, ook door de warmte. En vervolgens dan is die pit helemaal klaar, helemaal rijp. Dan is het einde van het seizoen. En dan in echt slechts enkele uren kan zo'n druif van ontzettend zuur en helemaal niet lekker om te eten veranderen naar lekker zoet. En dan is hij eigenlijk klaar om geplukt te worden. Afhankelijk van hoe de wijnboer precies wil dat het gaat smaken. Hij kan toch nog iets langer wachten. Of juist dat een beetje voor zijn als hij dat zou willen. En dan is de druif eigenlijk klaar. Maar als je dus meer warmte hebt of nog meer zon, dan kan het zo zijn dat je dus nog meer suikers krijgt of potentiële suikers voordat het dus voordat die rijp is eigenlijk. Het kan ook te snel gaan dat die te snel rijpt als het echt te veel zon is of te veel warmte. Maar goed, dan heb je dus heel veel suikers. Wil je dan toch een droge wijn maken, dan is letterlijk hoe meer suikers en je laat al die suikers opeten door die gist, ook meer alcohol. Dus op die manier krijg je meer alcohol. Er is nog iets wat verklaart waarom er bepaalde geuren in aroma's zitten, of bepaalde geuren in wijn zitten. En dat is natuurlijk de herkomst van de wijn. En daar sloeg de vraag van Hanneke ook wel een beetje op. Wat de zon voor invloed heeft, of wat het klimaat voor invloed heeft van een bepaalde regio. Oké, gaan we naar de volgende vraag. Waar komt deze wijn vandaan?
Oké, de meeste had het goed. Ja, een instinker had kunnen zijn Nederland. Maar eigenlijk is Nederland net iets te koel voor deze druif. Riesling is een druif die ontzettend veel zuur bevat. Een van de zuurste druiven eigenlijk is het. Dus die wil heel graag in een koel klimaat. Dat doet hij het ook echt goed. Maar te koud en dan wordt hij toch weer niet rijp genoeg. Dus er is wel wat Riesling in Limburg bijvoorbeeld. Maar over het algemeen is Duitsland wel een beetje het meest noordelijke. En deze die komt dan ook nog eens uit de Mosel. En dat is dan het chicste gebied voor Riesling. Zeker voor de oude wereld fanaten. Het is maar net natuurlijk aan wie het vraagt. Nou ga ik even scherm delen wat er dan zo chic is aan de Mosel. Want er zijn misschien heel veel mensen die nog ideeën hebben bij de Mosel van die halfzoete liepvrouwmiel uit een kartonnen pak. Dat klopt, maar de Mosel dat is nou eenmaal een vallei. En die vallei rond die rivier die is vlak, maar daaromheen staan hele steile hellingen. Nou ga ik eventjes kijken of ik dat kan laten zien, want dat heb ik wel ergens opengezet. Een foto van de wijnboer. Hoepla, hier zo. Het is Matthias en dat is de maker van deze wijn. En de Mosel, dus dat is rondom die rivier heb je de vallei. Daar komt een heleboel van die slechte kwaliteit Riesling vandaan. Dan heb je de steile hellingen. En dan heb je de hellingen, dan moet je je voorstellen dat dat meandert enorm, die kliffen. En sommige stukjes die zitten precies mooi vol in de zon. En sommige stukjes zitten precies in de schaduw. Nou, die schaduwstukjes, dat is dan weer een niveau boven die valleiwijnen. En die stukjes in de zon, dat zijn dan de top stukjes voor Riesling. En dat is ontzettend stijl. Een druif die groeit graag op arme grond. Dus nou ja, je ziet het al. Hij moet echt nog bijna abseilend moet hij zijn wijngaard verzorgen. En de druiven plukken is ontzettend zwaar werk. Dat kan ook helemaal niet machinaal. Moet allemaal met de hand. Moet je als een soort berggeit tegen die helling aan gaan staan om de druif te verbouwen. Maar dat vindt Riesling heel erg fijn. Dus daar komt allemaal mooie Riesling vandaan. En dan even kijken. Riesling kan ook vandaan komen uit Australië. En het grappige is, deze wijn, ik weet niet, ik heb hem nog helemaal niet... ja, lijsteen trouwens, Gerben. Dat wat je zag, dat was lijsteen. We hebben het nu over vooral fris fruit hè, vanavond. Maar ik zei, er zitten nog meer geuren in. En ik heb hem nog helemaal niet gezien in de chat. Is er iemand die er een andere geur uit kan halen? Die dus nog niet genoemd is. Mag je zelf ook een terugscrollen in de chat. In elk geval, het zit absoluut niet in de fris fruithoek. En dat is heel typisch voor Riesling. Heel veel van jullie kozen ook gelijk goed Riesling. Misschien omdat de antwoorden, de multiple choice, een beetje makkelijk was. Maar misschien ook omdat er dus iets anders is wat je het gevoel geeft. Nee, dit moet Riesling zijn, omdat je het dus al kent. Nou, hoe noem je dat? Daar is een bepaalde naam voor. En dat vind ik, heeft deze heel sterk. Dus als jullie het durven, dan gooi het vooral in de chat. En het, ik zal je zeggen, het is zelfs helemaal geen fruitgeur. Yes, benzine, daar is die. Dat is hem inderdaad. Of petrol, wat ze dan zeggen. Kerosine, diesel, dat zijn allemaal goeie. Hoe wij het zelfs genoemd hebben, dat is truffel. Dat is een beetje raar, maar een van de vele geurstoffen... Of nou ja, een van de paar grote geurstoffen die verantwoordelijk is voor die geur van truffel. En die ze gebruiken voor truffelolie. En dat is dus eigenlijk helemaal niet van echte truffel, echte truffels. Maar vaak gearomatiseerde olijfolie of druivenpitolie. Petroleum, ja inderdaad, dat is hetzelfde molecuul eigenlijk. Dus wij hebben dat dan truffel genoemd. Het klinkt wat smakelijker. Maar over het algemeen is dat een geur die door de meeste mensen, zeker voor Riesling-liefhebbers, petrol wordt genoemd. Dus dat is echt heel typisch voor Riesling. En voor Riesling die wat ouder wordt, als het wat meer oudert. Met als uitzondering dat, volgens mij komt dat dus, ze weten het niet helemaal zeker, maar dat is de theorie nu, dat het dus komt door de hoeveelheid UV-straling. Dat als je een Riesling hebt uit een koelgebied, maar wel bijvoorbeeld Australië, dat heb je, een paar stukjes die dan wat kouder zijn, dus die geschikt zijn voor Riesling qua temperatuur, maar wel net iets meer zonuren of meer UV-straling, een sterkere UV-straling, dan heb je die geur ook al in jonge Riesling. Iemand zag ik iets over Amerika, Riesling, dat wordt ook wel in Oregon gemaakt en in New York State, dus ook in die zin in een koel klimaat, daar doet hij het ontzettend goed. Even kijken, molecuul is een aroma. Ja, aroma's zijn allerlei verschillende moleculen. Je hebt allerlei verschillende aroma's. Ik had het over druif-eigen geuren. Daar zal ik zo meteen
kom ik daar nog even op terug. Er zijn dus echt extreem veel verschillende aroma's, echt tienduizenden. En er wordt allemaal heel erg uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar de meeste die kun je wel gewoon koppelen aan een bepaald molecuul. Fles 2 roept al. Ja, we mogen naar fles 2. Jee, inschenken. Ik ga hem ook even inschenken. De fles Riesling. Ja, ik heb ze allemaal heel strak ingepakt. Dus waarschijnlijk komen jullie er nooit aan toe om dat helemaal los te wikkelen. Maar dit was dus de Riesling die we net geproefd hebben. Die kwam dus uit de Mosel. En die wordt gemaakt door Matthias Meyerer. En de Duitsers houden heel erg van vrij minimalistische etiketten. Dit is hem. En hij komt uit Kesten. En Kesten, dat is een dorpje die dus een aantal van die hellinkjes heeft. Precies met de goede ligging, met een mooie zuidelijke oriëntatie. Nou, als jullie wat dingen willen noemen, dan gooi ze maar in de chat. Zometeen komt het ook in de quizvraag nog wat terug, wat jullie precies ruiken. En dan zal ik nog wat meer uitleggen over wat die aroma's nou precies zijn. Stoofpeertjes. Mandarijn. Venkel, nou ja. Yep. Dan gaan we even naar de volgende quizvraag. Welke geur is sterk aanwezig in wijn 2? En het kan als je nog denkt van nou, ik heb hem net ingeschonken en ik weet het eigenlijk allemaal niet zo ontzettend goed. Kun je het glas nog even wat extra walsen. Dat staat allemaal super interessant. Dus als je de volgende keer bij een officiële wijnproeverij bent, dan kun je dat laten zien. Als je dat nog niet zo goed kan, dat is eigenlijk de beweging die je doet als je het glas rond laat gaan op een plat oppervlak. De meeste mensen zeiden, jasmijn. Nee, dat is kruisbes. Ik heb persoonlijk ook niet echt iets bloemigs of jasmijnigs in deze wijn, maar blijkbaar heel veel mensen wel. Nou ja, geur is wel een beetje subjectief, dus blijkbaar kan het voor jullie toch over als jasmijn. Maar voor mij is het echt heel sterk kruisbes. Maar dat is misschien wel een beetje obscuur. Kruisbes, dat is niet echt iets wat je nog heel ontzettend vaak tegenkomt. We hebben het toevallig in de tuin staan en het is een officiële geur voor bepaalde type druiven. Maar dat is niet zo ontzettend bekend. En dat is misschien wel grappig om even te weten dat geur niet alleen subjectief is voor de gevoeligheid die je hebt zelf. Je kunt gevoelig zijn voor een bepaalde geur. Maar het kan ook zo zijn dat je een bepaalde geur niet kent gewoon. Dus dan heb je er ook geen woord voor. En dat merk je ook heel erg nu, zeker alles allemaal wat meer de wereld over gaat. Zeg maar, als je net al hebt met bijvoorbeeld sommeliers uit Azië, die hebben een totaal andere vocabulaire, want die hebben gewoon heel andere soorten fruit en veel meer soorten kruiden, of zijn veel bekender met alle individuele kruiden als geur. Dus eigenlijk zie je, je ziet ook een beetje cultureel gezien, mensen uit Amerika, dat zijn gemiddeld genomen best wel zoete kauwen. Dus die herkennen sneller en hebben ook een voorkeur voor geuren die zoet overkomen. Dus bijvoorbeeld de jam variant van geuren, dus niet kersen, maar kersenjam. Ja, dat is, je hebt allemaal ook een beetje je achtergrond en waar je vandaan komt, heb je meespelen. En als je dus kruisbes gewoon helemaal nog nooit gegeten hebt, dan wordt het ook inderdaad een beetje lastig. Ik zal heel even met schermdelen laten zien. Want wat ik dus net zei, is je hebt allerlei verschillende soorten stoffen die allemaal een andere oorsprong kunnen hebben. Dus je hebt druivengeuren die echt in de druif zelf al zitten. En zo smaakt de druif al, of je kunt het zelfs meten in een spectrometer, als het gewoon nog een druif is, of hoogstens alleen druivensap. Dan heb je geuren die ontstaan wel specifiek voor de druif. Dus er zijn bepaalde aroma-bouwstenen in die druif aanwezig, die verschilt per druivensoort, of druivenras moet ik zeggen. En dat je, zodra je daar dus wijn van maakt, en je gaat het vergisten, dan worden dat aroma's. Maar die zitten niet al in de druif, zijn in die zin niet al merkbaar. Nou, en dan heb je dus een eerste voorbeeld van zo'n stof. Dat is methoxypyrazine. Deze. Ik heb hem maar even opgeschreven, want dat is wat makkelijker dan wanneer ik dat gewoon zo even opnoem. Vanuit het niks. Methoxypyrazine, dat is een geur die heel erg verantwoordelijk is voor gras.
aroma's. Of groene peper. Cabernet Sauvignon is een druif die heel veel methoxyperazines bevat. En die heeft gras meer groene peper of groene paprika-achtige geuren, laat ik het zo zeggen. En het ligt eraan hoe rijp de wijn precies geworden is, of hoe rijp de druif precies geworden is voordat de wijn werd gemaakt, hoe rijp dat aroma vervolgens overkomt en in hoeverre, ja, hoeveel dat aroma precies in die wijn zit, kan ook uitmaken. Kruisbes is ook zo'n geur, dat is typisch voor methoxypyrazine. Beetje scheikunde, jongens. Oké. Okay. Geuren liggen dicht bij elkaar. Ja, liggen heel dicht bij elkaar. En het kan ook gewoon heel vaak een kwestie zijn van de dosis. Daar komen we zo meteen nog wel op terug. Dus een bepaalde geur die in een bepaalde dosis totaal anders overkomt. Oké, even kijken. De volgende quiz. Volgende vraag. Welk druivenras zit er in glas 2? Het is ontzettend moeilijk om een verhaal op te hangen, terwijl je weet dat die vraag eraan gaat komen en dan niet alvast iets te verklappen in het verhaal. Ha, nog niet eens. Zo heel makkelijk dus. Het is Sauvignon Blanc. Kruisbes en gras en die wat groeniger geuren die je tegenkwam in deze wijn. Maar dat is dus heel typisch voor Sauvignon Blanc. En die geuren die zitten dus in die druif, zoals ik al zei. Maar het maakt natuurlijk ook wel uit waar je die druif precies aanplant. Dus hè, dan komen we weer terug op het zonurenverhaal. En nou goed, zijn allerlei andere invloeden. Bijvoorbeeld hoe groot het verschil is in temperatuur 's nachts en overdag. En het verschil in temperatuur of zo'n plant ook een heel strenge winter doormaakt. Of een heel lange lente kent. En nou ja, goed, enzovoorts. Dat maakt allemaal heel erg uit. Het klimaat maakt heel erg uit. Een andere geur die ik heel erg had in deze, en ik weet eigenlijk niet of ik deze voorbij heb zien komen, deze geur. Het zijn best wel wat rijpe geuren die ik eigenlijk voorbij zie komen. En dan bedoel ik dus niet heel erg de frisfruitaroma's. Voor mij is het best wel sterk limoen en ik ruik ook echt wel die kruisbes. Maar kruisbes kan ook wel heel rijp zijn. Maar dat is toch een vrij groenige geur alsnog. Citroen zit er inderdaad, even kijken... Ja, citroen. Wat er ook heel typisch voor Sauvignon Blanc is, is buxus. En buxus is weer een ander soort molecuul. Dat is dan toevallig een thiol. En als je dat aroma hebt, of die druif hebt in een wat warmer klimaat, bijvoorbeeld dus wat zuidelijker, dan wordt datzelfde stofje, gaat dan overkomen als passievrucht. Dus dat is ook nog wel een geur die... Oh hier, limoen en passievrucht associeer ik met Sauvignon Blanc. Ja, nou ja, misschien heeft Joop een voorkeur voor Sauvignon Blanc uit een wat zuidelijker klimaat. Waar komt Sauvignon Blanc nou eigenlijk het meeste voor? Dat, even kijken, moet ik zeggen of ik dat... Nee, daar verklap ik niks mee. Ja, de Loire. En de Loire, dat is daar een beetje het gebied, daar komt het ook vandaan. En dat is natuurlijk vrij cool. En daar is het echt heel duidelijk gemaaid gras en echt een heel groenige kruisbes. En heel weinig van de tropische geuren die deze er ook een beetje bij heeft zitten. En dan heb je nog een heel ander, als je echt een beetje de twee landen of gebieden, dan is het andere Nieuw-Zeeland. Sauvignon Blanc wordt eigenlijk over de hele wereld gemaakt, maar heel bekend uit de Loire, dus in Nieuw-Zeeland. Maar Nieuw-Zeelandse heeft al gauw wat meer... passievrucht, meer dan de buxus die je dus merkt uit de Loire. En dat wordt dan weer verklaard of meer zonuren of meer UV-straling. Waarom Nieuw-Zeeland zo specifiek? Ja, daar doet dit gewoon ontzettend goed. Ja, er zijn allerlei factoren die daarin meespelen. Bodem kan, maar niet alleen bodem, maar ook, dus niet letterlijk de bodemsoort, maar ook welke micro-organismen leven in dat kleine... ecosysteempje van zo'n wijngaard. Dus welke gistsoorten komen voor? Er zijn er namelijk ontzettend veel en die hebben heel veel invloed op de smaak. En dus gewoon de temperatuur. Dus de gebieden die koel zijn binnen Nieuw-Zeeland, die doen het dus goed. Ja, het is een combinatie van allerlei factoren. Maar het is niet zo simpel. Dat is een beetje de ouderwetse gedachte dat het alleen bodemsoort is. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over kalk of... dus leisteen, zoals we hadden bij die Riesling. Bodem is vooral een kwestie van waterhuishouding. Dus laat het heel erg snel water door. Is de bodem heel basis. Maar het is niet... Ja, het is wat minder alleen de steensoort, zou ik maar zeggen, die heel erg belangrijk is.
In tegenstelling tot hoe dat eerst altijd een beetje uitgelegd werd. Dus Sauvignon Blanc is trouwens een heel typisch voorbeeld van een druif met heel veel primaire aroma's. Het staat helemaal niet bekend om houtlagering, dus zo'n eikenvat. Dus dit is in die zin dus ook een heel typisch voorbeeld van een druif die je echt in die fris fruit categorie zou kunnen vatten. Misschien afhankelijk van de plek waar die vandaan komt, ook tropisch fruit. En ook die groenige, kruidige geuren, dus buxus of gras of dat soort dingen, die staan dan bij ons onder kruidig. Maar niet de secundaire geuren van eikenhout. En er is één beroemde uitzondering en dat is Bordeaux. En daar doen ze dat wel met hout. Graven is dan een hele bekende. Maar alsnog in de Bordeaux maken ze 98% rode wijn en 2% witte wijn. En dat is dan toevallig dan in die stijl. Dus het komt niet veel voor. De meeste Sauvignon Blanc, en zeker wat wij kennen hier in Nederland, en zeker wat we kennen gewoon op het drasje, als je kan kiezen tussen Chardonnay of Sauvignon Blanc, dat is dit dus met primaire aroma's. Volgende vraag. Welke andere witte Loire-druif heeft veel fris fruitaroma's? Of eigenlijk, moet ik zeggen, staat er nog bekender om eigenlijk om vooral die fris fruitaroma's te hebben. Dus niet ook nog die kruidige geuren erbij, of ook nog secundaire geuren, maar dus echt primair dit type fris fruitaroma's die we vanavond behandelen. Welke druif is nog bekender in de Loire die dat heeft? Even kijken. Chenin Blanc. Ja, de meesten hebben het goed. Het is een close call met Pinot Blanc. Maar de Chenin Blanc is heel bekend in de Loire. Voor de liefhebbers van de Loire. Want over het algemeen is Sauvignon Blanc nog altijd de bekendste druif. En zeker in Nederland. Maar Chenin Blanc die doet het ontzettend goed in de Loire ook. En die heeft nog veel meer. Eigenlijk echt die primaire fris fruitaroma's zoals wij ze gedefinieerd hebben. En met name echt veel appel. Geur. En dat is echt ook heel typisch voor Chenin Blanc. En wat rijper dan een gemiddelde Riesling. Dus waarbij de Riesling, heb je dan over groene appel. En, gemiddeld genomen. En bij Chenin Blanc rode appel. Even kijken of we door kunnen naar gelijk de volgende vraag. Uit welke streek komt deze wijn? Haha, super flauw. Eindeloos verhaal zitten aanhoren over de Loire. Friuli, ja, de meesten hebben het gelukkig goed. Het is een beetje een instinker natuurlijk, maar deze Sauvignon Blanc komt uit Italië. Zoals ik al zei, Sauvignon Blanc wordt eigenlijk over de hele wereld wel gebruikt. Grappig genoeg, ook in Italië wordt het echt overal wel gemaakt. Ik geloof dat het zelfs de meest verspreide druif is met officiële DOC's. Dat is Sauvignon Blanc, want eigenlijk is Italië daar. Er komen ontzettend veel verschillende soorten druiven vandaan. En dit is natuurlijk echt een Franse druif die echt import is voor hun. Maar over het algemeen zijn die hele klassieke Italiaanse druifjes heel erg gebonden aan een bepaalde streek. Maar die Sauvignon Blanc heeft eigenlijk overal wel zijn plekje gevonden in Italië. Maar net zoals met Riesling, het is een druif die gewoon zich ontzettend goed voelt in een koel klimaat. Dus als je het dan hebt over Italië, dan het meest noordelijk. Daar komen toch de betere vandaan. En in dit geval is dat dan Friuli. Maar het blijft alsnog natuurlijk zuidelijker dan een Loire. Of een Bordeaux Sauvignon Blanc. Dus je krijgt ook die wat rijpere aroma's. Die ik ook genoemd zag worden. Met passievrucht. En even kijken, wat zag ik hier nog meer? Winegums. In ieder geval wat snoepiger aroma's, zou ik maar zeggen. Ja, dan vind ik het wel leuk om heel eventjes kort de bekendste druiven te noemen. Eigenlijk bekend zijn voor die fris fruitaroma's. Dus dan hebben we de Riesling, dat is een hele bekende. Sauvignon Blanc, nou die twee hebben we als eerste gehad. En een andere hele bekende die fris fruitaroma's geeft, is Chardonnay. En daar gaat de volgende vraag over. Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk. Kies alle Chardonnay-regio's die vooral om fris fruitaroma's bekend staan. Dus kies alle regio's. Dus je moest echt allemaal kiezen. Dat was Champagne en Chablis. Voor Chardonnay. Als je het hebt over waar ze bekend staan. Chardonnay is ook zo'n druif die over de hele wereld wordt aangeplant. Maar om de fris fruitaroma's. Dan heb je het over Chablis en Champagne. Want dat zijn wijnen die niet hout gelagerd worden. Want wat is er nou met Chardonnay aan de hand? Dat is een druif die eigenlijk dus typische primaire aroma's heeft van zichzelf. Dus appel vooral, ook weer die appel. Dat komt natuurlijk ook gewoon omdat er appelzuur in druiven zitten. En dat smaakt gewoon naar appel.
Maar het is een ontzettend populaire druif om houtlagering te geven, dus in van die eikenhouten vaten te doen. En dat doen ze dus in optie C, Mâconnais, Côte d'Or en Côte Chalonnaise. Daar doen ze, gebruiken ze in meer of mindere mate allemaal eikenhout. En een andere regio, maar die is weer heel zuidelijk, dat is de Languedoc-Roussillon. Maar die staat dan weer niet bekend om frisfruitaroma's, daar wordt het al gauw wat tropischer. Oké, jullie mogen ondertussen de derde wijn gaan inschenken. Dan klets ik lekker verder. Ze zaten misschien al mensen verschrikkelijk te wachten op die derde wijn. Oh, die moet ik trouwens ook eventjes ingeschenken nog. Zo, die was best luid voor de mensen die zich afvragen wat dat in hemelsnaam voor geluid was. Maar dat was mijn Coravin. Want daarmee schenk ik dan een klein beetje uit de fles en dan maak ik hem niet helemaal open. Want anders dan wordt het een heel gezellig weekend voor Bart. Alright. Oké. Kan ik aangeven wanneer jullie mogen proeven? Ja, jullie mogen bij deze ruiken en proeven. Bij deze wijn. Ik zal heel even... Oh ja, dat was natuurlijk de vraag. De vorige wijn, dat was deze. Van Cormons uit Friuli. En ze zitten echt heel erg... In het noorden van Friuli. Ze zitten dicht bij de Sloveense grens. Echt maar op 10 minuutjes afstand. Uit 2018. Dus ja, die groenige geuren die zitten nou eenmaal heel typisch in een Sauvignon Blanc. Maar alsnog is deze wel een wat rijpere variant. Die groenige tuin. Wat? Dit ruikt naar een frisse tuin. Ha, nou worden we poëtisch. Na een regenbui. Oké, dus de volgende wijn. Is champagne niet mineralig? Ja, mineralig, dat is een heel omstreden term, zullen we maar zeggen, onder de fanatieke wijnproevers. Omdat het een term is die, ze hebben het geprobeerd te onderzoeken, maar dus met een grote groepen mensen te vragen wat ze precies bedoelen met mineralig, maar er is niet echt een pijl op te trekken. Dus het is een beetje afgedaan als officiële wijngeur of wijnterm. Het is meer een soort van gevoel. En dat is het lastige met aroma's. Het is heel erg een associatiespel. Dus als je wil leren om blind te proeven, dan is het vaak gewoon een kwestie van... kun je met je associaties, kun je daar dan een naampje aan geven en kun je dat dan vervolgens aan die kapstok hangen van wat is de oorzaak van dat aroma. En mineralig, wij hebben dat ook echt een categorie gegeven, ook al is dat dan niet helemaal goed of niet helemaal correct. En daar hebben wij alle geuren onder gevat die een beetje iets ziltigs hebben. Of een beetje iets metalig. Dat is ook zo'n geur die mensen kunnen definiëren als mineralig. In die zin is iets niet mineralig omdat mineralen niet oplossen in concentraties die wij kunnen waarnemen in de wijn. Dus die oplossen in concentraties dat die druif dat opneemt uit de bodem en vervolgens dan terechtkomt in de wijn in een letterlijke vorm die je dus kunt meten. Mineralig is een lastige term. Maar er zijn andere redenen voor en daar komen we aan bij de proeverij over mineralige geuren. Die een verklaring kunnen geven voor bijvoorbeeld het ziltige effect of een... allerlei smaakjes die je bijvoorbeeld ook tegenkomt in champagne. Oké, dus ik heb al een aantal keer gezegd, dit zijn primaire aroma's die we aan het doen zijn. En die aroma's die kunnen uit de druif komen. Die kunnen uit de druif komen in combinatie met het feit dat je er wijn van hebt gemaakt. Die kunnen komen uit, even kijken hoor, hier. En die kunnen komen uit het vergisten zelf. Dus het feit dat je van dat druivensap wijn hebt gemaakt. En dan is de gistsoort... Of überhaupt de gist die daar alcohol van maakt, verantwoordelijk voor die extra geurtjes. Nou, dan hebben we, als het goed is, even kijken hoor, deze. Hebben we van alles kunnen proeven. Er wordt hier al heel veel geroepen. Het is een heel aromatische wijn, dus het verbaast me niks dat heel veel mensen het wel wat kunnen noemen bij deze. Ik zie best wel snoepige dingen. Bubblegum, zuurstok, persik, peer, zoet. Hij ruikt zoet. Hebben jullie hem ook al geproefd? Of die zoet is. Als je twijfelt, als iets dus heel aromatisch is, wat ik al zei, geur en smaak moet je proberen uit elkaar te halen. Wij kennen bijvoorbeeld bubblegum als zoet. Maar dat wil niet zeggen dat aroma ook een zoete smaak heeft. Dus als je twijfelt, omdat je hersens gewoon echt zeggen, alarm, alarm, dit is zoet, want ik ruik niks anders dan bubblegum. Knijp je neus even dicht tijdens het doen van een slokje. En echt pas als je de wijn hebt doorgeslikt of uitgespuugd. Ik denk dat jullie hem allemaal doorslikken. Dat je dan pas je neus weer loslaat.
Want dan haal je die echt even helemaal uit de vergelijking. En dan heb je het alleen maar over wat je tong doet. En dan ben ik dus benieuwd of jullie vinden dat die zoet is. Dus zoet is in die zin niet een geur. Het is wel een associatie. Dus waarschijnlijk denk je dus aan allerlei dingen waar je dan niet een specifieke naam voor hebt. Maar die wij kennen als zoet. Dus als je denkt van dit ruikt zoet, probeer dan verder te denken naar naar de specifieke geur. Ik zal het nog heel even een klein beetje verder toelichten. Dus met die associaties, stel je hebt een wijn en die doet je heel erg denken aan speculaas. I don't know, noem maar wat. Heel typische geur voor Nederlanders, die kennen we allemaal. Maar dat zijn natuurlijk koekkruiden en het zijn allemaal verschillende dingen die dat kunnen zijn. Dat kan kaneel zijn, dat kan nootmuskaat zijn, dat kan gember zijn, dat kan, zelfs mensen, ik heb ook wel proefrijen gehad waarbij een geur die heel typisch amandelspijs had moeten zijn en die dan vervolgens kruidnagel werd genoemd, omdat wij dat gewoon zodanig als één ding kennen met Sinterklaas, dat we dat gewoon allemaal op één grote hoop gooien. Maar dat zijn dus associaties en op die manier kun je dus proberen te komen tot de letterlijke geur die je proeft. En dan is het dus niet speculaas wat je misschien had moeten hebben, maar nootmuskaat. Alright. Ik mag hopen dat als jullie deze wijn daadwerkelijk geproefd hebben met je neus dicht, dat je de conclusie toch wel kon trekken dat dit een droge wijn is. En dus niet zoet en dat er geen restsuiker in deze wijn zit. Ik zie een heleboel genoemd. Bananenschuimpjes, peer, meloen, allemaal van die snoepige dingetjes. Gaan we naar de volgende vraag. Hoepla. Deze fris fruitgeur komt niet uit de druif, maar uit het wijnmaakproces. Nee, helaas, het was peer. Peer is een typische, en dat was ook het eerste wat ik ruik bij deze wijn als ik hem net open doe. Dat is echt peer, of zelfs van die peren snoepjes. Of de witte Haribo-beertjes voor de mensen met kinderen die dan nog regelmatig zo'n zakje in hun handen gedrukt krijgen. Peerdrop of peer, dat is echt heel typisch. Ik zag iemand die wel echt gelijk in het begin ook al peer riep, volgens mij. In elk geval, dus dat is echt een typische geur voor het wijnmaakproces. En wat bedoel ik daarmee? Letterlijk de fermentatie. Het is dus een geur die in feite niks te maken heeft met de druif. Of de druif in combinatie met dat het dus wijn is. Maar gewoon puur en alleen dat proces van suiker naar alcohol. Die gist, die maken, die stoffen die vrijkomen bij die vergisting, dat zijn esters. En esters, een voorbeeld daarvan is isoamylacetaat. En dat is letterlijk de geur van peerdrops. Of, het ligt eraan waar je dus vandaan komt. Heel veel Britten zouden zeggen peerdrops. Wij zouden er eerder die gele bananensnoepjes van maken, die banaantjes. Dat zijn allemaal geuren die, dat zijn dus esters. En die breken heel snel af. Die zijn heel typisch voor jonge wijn. Dus die verdwijnen ook heel gauw en die kunnen dus voorkomen eigenlijk in vrijwel alle wijnen. Dus het is helemaal niet typisch voor die druif of voor een bepaalde regio, maar gewoon dus voor het wijn maken. En wel vrijwel altijd voor witte wijn, dus als je ze dus fris en jong maakt, dat het ook de bedoeling is dat je ze jong drinkt. Want zoals ik al zei, die esters die breken snel af, dus op een gegeven moment verdwijnt het aroma als je ze al hebt. Verdwijnen die esters. Als je dit soort frisse, jonge, witte wijnen maakt, dan hebben wij nog de kans om ze te proeven, zou ik maar zeggen. En dan gaat het dus over precies datzelfde stofje. Dus alles is ook een beetje een mate van concentratie. Is het een heel klein beetje, dan is het peer. Is het wat meer, dan worden het bananenschuimpjes of echt peerdrops, dus die snoepjes. En wordt het nog meer, dan wordt het nagellak remover. Maar het zijn gewoon allerlei moleculen. En een daarvan is dus onder andere deze. En het komt vooral voor bij koude maceratie. Gaan we nog heel moeilijk doen, maar dat is als je dat fermentatieproces koud laat gebeuren. Of relatief koud. Die gist moet het uiteindelijk nog wel steeds doen. Maar als je dat een beetje koud doet, dan is peer zo'n hele typische. Dus het heeft niks te maken met de druivensoort. Zoals ik al zei, we hebben Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay hebben we al even genoemd. Een andere bekende druif, dat zou zijn Chenin Blanc. Die hebben we ook al even gehad. Verdeggel is ook een hele bekende. Daar zijn ook wel mensen fan van. Dat is ook eentje die veel fris fruitaroma's heeft.
En een heleboel Italiaanse druiven. En Italiaanse druiven, daar zijn er gewoon echt godschuwelijk veel van. Echt, ik geloof iets van 600 of 700 gedocumenteerde verschillende soorten druivensoorten. Dus dat onthoud je allemaal nooit. Maar een hele bekende is de druif waar ze Prosecco van maken. Die heeft dat heel sterk, dus die frisfruitgeuren. Dus appelig of peerachtig of limoenig. Nou ja, peer is dan eigenlijk dus wanneer het jong maakt, maar dat is bij Prosecco vaak ook zo. En Arnijs, dat is er ook zo eentje, uit het noorden van Italië, die daar ook heel erg bekend om staat. Maar dat perengeurtje, wat bij deze wijn zo sterk is, dat is gewoon echt een kwestie van de manier waarop die wijnboer deze wijn gemaakt heeft. Het kan ook voorkomen bij rode wijn, dus het is een van die uitzonderingen in dat aromawiel van een geur die heel veel voorkomt in witte wijn, maar ook wel in rode wijn. En het is geen quizvraag, maar misschien durft er iemand in de chat te raden welke rode wijn heel erg bekend staat om bananensnoepjes. Of banaan, of in ieder geval dit hele snoepige geurtje. Niet allemaal tegelijk. Rioja, nee. Beaujolais, yes, dat is hem. Ja, Rioja, dat is... je hebt Rioja, dat is... Oké, dus dat is een beetje een instinker. Je hebt Rioja's, dat zijn die hele zware, hele volle, met eikenlagering, met heel secundaire geuren dus. Dat is dus heel anders. Maar in de Rioja, en überhaupt in heel Spanje, maken ze tegenwoordig heel graag rode wijn op een bepaald soort manier. En die komt eigenlijk uit de Beaujolais. En dat is met onder druk, onder koolzuur. Druk. Dus maceration carbonique heet dat dan in het Frans. Carbonic maceration. Dus dat is een ander soort gisting die eerst plaatsvindt. En dan pas de normale gisting. En die eerste gisting die is zonder zuurstof. En die geeft heel erg fruitige geuren. En dit is een type wijn, als je dit zo maakt, die je klassiek gezien jong drinkt. Dus het is niet zozeer alleen Beaujolais, maar echt die Beaujolais primeur. Die je dus ook jong drinkt, niet gaat bewaren. En die Rioja's die dus wel op deze hele frisse stijl gemaakt zijn, die ze ook licht gekoeld willen drinken, die worden jong gedronken en die worden niet bewaard. En die hebben ook vaak wel van dit soort snoepige geurtjes. Goed, daar gaan we. Volgende vraag. Uit welke jaargang komt je wijn 3? Even kijken, wat is het meeste gezegd? 2018. Nee, het is 2019. Het is echt heel jong, vers van de pers. Vrijwel niemand heeft gezegd 2020, dus heel goed. Dat hoef ik dan eigenlijk bijna niet meer uit te leggen, maar het jaartal wat op de fles staat, ik zal hem ook eventjes laten zien. Want ik ga verder niet heel spannend doen over de druif en daar een hele flauwe quizvraag voor bedenken. Want zoals ik al zei, een beetje verklapte, dit is zo'n Italiaan en dit is Falanghina. En ik had het echt heel knap gevonden als je die druif zo even uit je mouw had geschud. Want het is echt, je hebt vooral die heel primaire aroma's, die echt dus uit dat jonge wijn zijn en die niet heel typisch zijn voor de druif. En dan nog is Falanghina echt een van de honderden witte druifjes en voor de meeste mensen vrij obscuur. Dus dat is hem. En hij komt uit het zuiden van Italië, uit Irpinia en dat is ongeveer een kilometer of 80, 90 vanaf Napels land inwaarts. Dus dat is, daar zit dit gebied, zeg maar. En 2019, dus echt net binnen. En dat is een heel mooi voorbeeld van een wijn die dus nog heel veel van die esters bevat. En op een gegeven moment gaat dat een beetje weg. En dan komen er allerlei andere geuren bij deze wijn vrij. We hebben nu eigenlijk alle drie de wijnen gehad. Dus je mag ook je mapje openmaken als je het zou willen. Zodat je het kunt vergelijken met de proefnotities die je gemaakt hebt. Maar ik zal hem ook even in mijn scherm openzetten. Dit is dan de laatste. Van I Capitani, dat is het wijnhuis. Clarum, dat is de naam van de wijn. Dat moet je gewoon zien als een soort koosnaampje. Dat doen wijnboeren gewoon heel graag. Die geven daar dan nog een soort extra super tof naampje aan. DOC, dat wil zeggen, dat is de appellatie. Dus je hebt dan een bepaalde garantie van wijnmaaktechniek en herkomst. En dus als er staat DOC Irpinia, dat is een officieel gebiedje waar je dus deze druif tegen kunt komen. En dan hoort dat volgens een officieel receptje, als je het goed hebt gedaan, bij die DOC. De druif is Falanghina. Nooit meer vergeten. En jaargang 2019.
En dan is dit onze proefnotitie. En die kleurtjes die corresponderen dus letterlijk met het aromawiel. En wat een klein blokje is waar niks bij staat, dat wil zeggen dat we dus uit die categorie niks hebben kunnen proeven. Nou, we hadden het over fris fruit vandaag. Dus als ik het erbij haal, die peer, limoen en grapefruit, dat zijn de geuren die uit de fris fruit categorie bij ons voor deze wijn typisch waren. Of die wij eruit roken, zeg maar. Maar zoals ik ook al zei, zo'n wijn is zelden maar één categorie. Dus we hadden bij deze niet alleen dat citrusfruit dat heel fris is, dus limoen en grapefruit, maar ook bergamot. En dat is natuurlijk ook een citrusvrucht, maar zo geurig, zo aromatisch, dat wij hem zelf, ja, je moet op een gegeven moment iets kiezen, onder bloemig hebben gedaan, onder bloemige soorten fruit. Die dus heel aromatisch zijn, dat vonden wij erin terug. Roze peper. Super lekker. Als je dat niet kent, probeer het een keer te zoeken. Kun je bij toko's of bij de Sligo kan je dat wel krijgen. En roze peper, dat is helemaal niet echt pittig, maar dat is letterlijk een beetje zoetig en een beetje houtig. Maar dat zit er dus in voor ons. En venkel, ik denk dat ik die misschien iemand wel ergens zag noemen, wat ik dus super knap vond. Of ik dacht, jullie hebben al gespiekt. Maar venkel, dat was dus echt een geur voor ons in deze. Anijs keur ik daarin ook goed, want venkel en anijs, dat ligt heel erg dicht bij elkaar. Die hebben wij meer onder kruiden gezet. Dus die hoort ook niet officieel bij deze categorie zoals wij hem gemaakt hebben. En lamsoor, en dat is dan een plantje die een beetje iets ziltigs heeft en een beetje iets scherps. Die wij onder mineralig hebben gezet als categorie. Maar daar komen we bij andere proeverijen nog wel een keer op. Ik vind het wel leuk om eventjes, en dan hoop ik dat ik dat dan op de een of andere manier goed kan delen met jullie. Even kijken, dan doen we even een ander schermpje. En nog even het aromawiel langs, zoals wij die dan gemaakt hebben. Dus die hebben jullie allemaal voor je neus. Hier is die. Dus dit zijn een beetje de aroma's die wij hieronder geschaard hebben. En dan moet ik dus extra benadrukken. Dit zijn de geuren die wij ook zelf gebruiken. Zo niet regelmatig gebruiken. En ook daadwerkelijk gebruikt hebben in proefnotities. En daaruit hebben we dit wiel gemaakt. Zo'n wiel is nooit volledig in die zin. Je hebt altijd wel geuren die je dan een ander bedenkt. Of die als je uit een ander land komt, waar je andere soorten fruit kent of zo, die dan anders zijn. Dus groene appel hebben we gezien. Dat was heel typisch bij Riesling. Kom je ook wel tegen in Chenin Blanc en Chardonnay. Maar daar is het meer gewoon appel. Niet per se dat hele groenige. Rode appel, dat zou dan eerder Chenin en Chardonnay zijn. Kweepeer, dat is er ook eentje die je wel tegenkomt bij Chardonnay. Peer, dat is er dus zo eentje. Dat komt niet uit de druiven, maar dat is dus gewoon van het vergisten. Dus dat je überhaupt wijn hebt zitten maken. Limoen en citroen, grapefruit, pompelmoes. Voor de mensen die pompelmoes niet kennen, dat moet je een beetje zien. Het lijkt heel erg op grapefruit, maar een soort droger en minder bitter. Minder aromatisch. Ook een soort ingetogen grapefruit kun je hem misschien noemen. Miniola als een soort wat rijpere, tegelijkertijd ook citroenzuriger mandarijn. Sinaasappel. En dat is heel lastig, hè? Wij noemen dit soort geuren. En dan denk je, jeetje, wat een interessant doenerij. Waarom hebben jullie allemaal miniola en cactusfruit? Wie koopt dat nou? Als je die dingen niet kent, dan is het gewoon natuurlijk heel leuk om daar proberen actief bekend mee te raken. Zodat je die dan ook kan gaan leren herkennen. Maar je moet het ook soms een beetje zien als, ja, zoals ik al zei, geuren en wijnproeven is ook een beetje subjectief en een soort associatiespel. Je moet een beetje proberen om soms een bepaald gevoel te kunnen weergeven in dan zo'n woord. Dus als ik dan bijvoorbeeld mandarijn zeg, dan kan het zijn omdat ik eigenlijk wel sinaasappel proef of iets wat citrusachtig is, maar rijper, dus meer eerder richting sinaasappel, maar haast ook iets zoeter te noemen. Nou, dan noem ik het maar mandarijn. En met een heleboel van die geuren is het dus heel precies te meten dat echt moleculen zijn die verantwoordelijk zijn voor zo'n geur. En wat je dan vaak ziet bij zo'n fruitsoort als mandarijn, is dat dan zo'n molecuul er bijvoorbeeld heel erg in aanwezig is. Alleen veel meer dan in zo'n druif voorkomt. In zo'n druif komt het dan maar een klein beetje voor. Maar het is in principe hetzelfde molecuul. Clementine als een soort van nog wat zoetere variant. Witte druif, nou dat komt dus niet zo ontzettend veel voor. Zoals ik al zei, de wijn ruikt bijna nooit naar druiven. Maar witte druif, dat is er eentje die
typisch is voor muskaat. Dat ruikt allemaal naar druiven. Kruisbes, die was, dat is een beetje een randgeval, omdat het ook een geur is die heel groenig kan overkomen. Ligt eraan in welke concentratie het voorkomt. Maar kruisbes hebben we toch onder fris fruit gezet en niet onder kruidig. En dan cactusfruit, kiwi en mirabellen. En dat is ook weer een beetje een grensgeval. Mirabellen, waar trek je de grens waarbij je het gaat bij pruimen gaat zetten. Maar we vinden dat toch wat zuurder, dus dan en frisser. Dus dan zetten we het onder, daarom hebben we het onder fris fruit gezet. Dan is er nog één geur, sinaasappelmarmelade. En die hebben we nog niet behandeld in een quizvraag. Want daar is iets mee aan de hand. Is kweepier niet meer honing gerelateerd? En honing gerelateerd, ja, honing is een typische geur voor oudering. En kweepier ook wel, maar niet per se. Die kom je ook in jonge wijnen tegen. Dus nee, niet 100%. Dus, dat is het lastige. Je hebt geuren die in jonge wijn al voor kunnen komen en in oude wijn. Zoals ik al zei, bij Riesling bijvoorbeeld, die truffel of die petrolgeur. Dat is voor een Riesling uit Duitsland een teken van oudering en op de juiste manier. En bij een Australische kan het al voorkomen in hele jonge wijn. En als het dan ook nog eens heel sterk is, dan wordt het bijna ook echt wel een wijnfout beschouwd. Dan is er gewoon iets niet helemaal goed gegaan. Dan is hij te snel geoxideerd geraakt eigenlijk. En dan is het ineens wel een tertiair aroma. Die in een wijn voorkomt die eigenlijk alleen maar primaire aroma's had moeten hebben. En dan gaan we even terug naar de quiz. De ene laatste vraag. Oké, welke beroemde dessertwijn smaakt naar sinaasappelmarmelade? Is dat Muscat de Baume de Venise, Sherry, Sauterne of Riesling Berenauslese? Voor de mensen die sinaasappelmarmelade misschien niet kennen, ik vind dat echt iets heel typisch Brits. Een soort jam van sinaasappels, maar waar ook de sinaasappelschil in zit. Dus die niet alleen zoet is, maar ook iets bitters heeft. Alright, Sauterne. Ja, de meesten kozen voor de muskaat. Helaas, het is Sauterne. Muskaat, dat is een druif die, zoals ik al zei, die kan heel erg die druifgeur juist geven. Maar muskaat de Baume de Venise, dus de manier waarop die ruikt, of hoe die ruikt, dat is juist heel bloemig, roze. Of, nou ja, eigenlijk vooral rozen. Muskaat staat heel erg bekend om rozen. En sherry staat heel erg bekend om appel. Maar appel op bijvoorbeeld overrijpe appels of beurse appels. Dat is heel typisch. Riesling Berenauslese kan heel erg honingachtig zijn. En tegelijkertijd ook heel erg limoen hebben. Maar dat zijn allemaal heel zoete geuren. En Sauterne, dat is heel typisch, die sinaasappelmarmelade. En dat is iets wat we elke keer terugkrijgen in Sauterne of in Montbazillac. Dus een beetje dezelfde regio, dezelfde techniek en dezelfde druiven, maar minder chic dan de Sauterne. Maar dat is dus net beneden Bordeaux. En zij gebruiken daar Sauvignon Blanc, en Sémillon en Muscadet. En wat er bijzonder is aan Sauterne is dat die druiven, om ze nog zoeter te maken, laten ze begroeien of laten ze de vrije loop aan botrytis, dat is een schimmeltje. En die maakt een soort van rozijnen van die druiven, die onttrekt dan een vocht eraan. En het wordt een soort rozijntjes en dus je hebt een heel zoet druivensap om mee te beginnen. En als je dan vervolgens zorgt dat er heel veel van die suiker niet gefermenteerd wordt, dus het zijn ook niet ontzettend alcoholische wijnen meestal, dan heb je dus een zoete wijn. En die botrytis, of edelrot, of nobele rotting, zoals het wel eens wordt genoemd, die geeft ook een beetje iets bitters. En in combinatie met de citrusgeuren uit die Sauvignon Blanc en Sémillon, die daar heel typisch onbekend staan, geeft dat een beetje het effect van dus een gem-variant van die citrusgeuren. En ook iets bitters, dat komt ook van die nobele rot. En dan kom je dus op, alles bij elkaar gepuzzeld, noemen wij dat dan altijd sinaasappelmarmelade. En volgens mij, als je dat opzoekt, zijn er heel veel mensen die dat dan zo noemen. Want het is toch een beetje, ja, zoals ik al zei, een beetje een puzzeltje. Hebben we dan het hele aromawiel gehad voor fris fruit? Ja, volgens mij wel. Dan hebben we nog één laatste vraag. Dus even kijken of jullie hebben opgelet. Dit is de ultimate question. Gaan we naar de laatste vraag. In welk wijngebied verwacht je veel frisse fruitsmaken in je witte wijn? In Tunesië, in Oregon, in Barossa Valley of in Wellington? Hey, in Wellington? Nee, het klinkt misschien heel noordelijk voor mensen of zo, maar dat is Zuid-Afrika. En daar maken ze mooie dikke Shiraz. Dus dat is geen wijngebied waar je veel frisse fruitsmaken in je witte wijn
zou moeten kunnen herkennen. Nou, als tweede optie Oregon. En dat is hem inderdaad, Oregon. Dus daar is het vrij koel, vrij regenachtig ook. Dus dat is de provincie, of de staat moet ik zeggen, in Amerika, het dichtst bij Canada. Dus dat is vrij noordelijk. Barossa Valley staat ook bekend om hele zware rode wijnen. En Tunesië, ja, daar maken ze gewoon geen hele frisse witte wijn. Alright, even kijken, wie zou er gewonnen hebben? Ik ben vreselijk benieuwd. Derde plek voor Mini-Me. Ja, ik heb dus geen idee wie dit zijn. Dus ik kan niet... Ik kan jullie niet omroepen wie er gewonnen heeft. Dus die moeten in de chat maar even roepen dat ze heel blij roepen dat ze gewonnen hebben. Of de camera aanzetten en een rondje rond de kamer doen met de handen opgestoken. Wie zijn nou de messenmakers? Oh, oké. Okay. Gerben. Oh. Hallo, nou gefeliciteerd. Jullie hebben gewonnen. Je waren ook heel fanatiek in de chat met allemaal vragen. Maar wat ik dus aan het zeggen was, is dat ik het heel leuk vond. En dat ik hoop dat jullie iets hebben opgestoken. En dat er ook een beetje verdieping is gekomen voor de mensen die de vorige keer al meededen. Dat ik jullie niet met al te veel scheikundige termen om de oren heb geslagen. Want ik wil het nou ook weer niet te moeilijk maken. Maar misschien ben ik daar compleet in gefaald. Ik heb geen idee. In elk geval... Ja, ik probeer altijd wijn een beetje uit te leggen aan wat je gewoon letterlijk zelf ervaart. En dus die aromas, en dat kan je dus gewoon trainen. Dus tenzij je hartstikke verkouden bent, of corona hebt, of weet ik veel, iets anders met je neus. Dan wordt dat heel lastig, maar in principe kan iedereen dit. En het is gewoon een kwestie van training, dat je een geur die je ruikt, dat je daar een juist naampje aan weet te koppelen. En dat is gewoon iets wat je kunt oefenen. Trek de kruidenla open thuis. Koop een keer cactusfruit. Superlekker. En dan kun je dat de volgende keer in je wijn herkennen. Ik vond het heel leuk. Ik ga dit dus nog een aantal keer doen. En dan ga ik het hele wiel af. Een heleboel van het verhaal is natuurlijk overlap met de andere soorten fruitgeuren. Maar met al die geuren zijn er weer allerlei andere uitzonderingen. En allerlei andere aroma's die ervoor verantwoordelijk zijn. En het mooie is als je dus leert hoe je deze geuren herkent en dus ook kunt benoemen, dan kun je ook zeggen van nou, ik vind dus een wijn die heel erg veel peer heeft, super lekker. Nou, dan moet je gewoon lekker veel wijnen kiezen die over het algemeen wit zijn en heel jong, dus gewoon net van het vorige laatste jaargang, zou ik maar zeggen. Dan heb je gegarandeerd peer als aroma in je wijn. En dat is handig, als dat kan. Moeilijke vragen. Gewoon meedoen met alle proeverijen. Dan ben je een expert aan het einde. Nou jongens, fijne avond. En misschien tot de volgende keer. Doei. Doei.